Rechtstreeks vanuit de studio van De Wereld Draait Door is dit Met het oog op morgen. Ja, en tot slot. Is het 10 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Alweer een 40 jaar een instituut op de radio. De ideale dagsluiting met een geweldige tune en de bekende vaste intro van Hans Hogendoorn. Hier is Herman van der Zand. Radio op tv, dat is altijd lastig. Ik stel voor thuis, doe de ogen dicht, doe de oren open... en als ik zo naar die gezichten kijk om me heen, dat is voor iedereen beter. We hebben weinig tijd, iedereen is uitgelopen, jongens. Als je 100 jaar radio overziet, dan is een van de hoogtepunten natuurlijk Currie en Van Inkel op Radio Veronica. 3 uur radio op de vrijdagavond, waar soms wel 700.000 mensen naar luisterden. Adam Currie, Jeroen van Inkel, van harte welkom. Jullie eerste keer, wat was dat voor show, Adam? Nou, we hebben het heel voorzichtig gedaan de eerste keer. Ja, het ging gesmeerd. Wat weet je er nog van? Sorry, wat zei je? Wat weet je er nog van? Nou, we waren natuurlijk best heel zenuwachtig. En ik vond het ook heel moeilijk om in dat grote bolwerk van grijze radiomakers onze draai te vinden. Maar dat was ook een beetje wat er tussen ons gebeurde. Wij waren vrienden en wij zochten natuurlijk ook steun bij elkaar. En dat werd een beetje, oké, wij met z'n tweeën tegen de rest van de wereld. Nou, het is natuurlijk, Jeroen is een veel betere discjockey. Daar begon het al bij voor mij. Ik dacht, oké, nou begin jij maar tot 8:30. En ik ging dan roddelbladen halen. Ik zeg, ik heb wel goed nieuws. Dan kunnen we dat bespreken. Om 8:30? Ja, en om 8:30 nam ik het over. Dus achter de tafel zelf zitten. En dan mocht de andere, die ging dan een beetje klooien op de achtergrond of interruperen. En zo ontstond dat programma in de loop der tijd. Want jullie kenden elkaar al, dus het klikte ook al tussen jullie. Jullie kenden elkaar zo goed al ook, Jeroen? Ja, we zaten natuurlijk allebei bij bekende Radio Decibel. Dat deden we weliswaar los van elkaar programma. Maar we spraken elkaar wel, we zagen elkaar wel. We hebben ook nog wat reclamespots samengemaakt. Jeroen is vergeten, ik werkte bij de ziekenomroep Tulipa. Oh, ik was 15 jaar. Oh, ja. En ik mocht niet presenteren, maar ik mocht wel schuiven. En er kwam een van de gozen uit Amsterdam binnen. En die begint te praten in de uitzending. En hij geeft een teken aan mij. Ik zeg, oké, ik start die plaat in. En hij praat en hij praat en hij hield op met praten. En toen begonnen ze te zingen op de plaat. Ik zeg, holy shit, hoe doe je dat? Leer me dat. En dat is de eerste keer dat je hoorde dat iemand een intro vol ja, zo van dichtbij, ja. Wat we net hoorden bij Mattie en Marieke. Er kan gebeld worden. Maar jullie waren een van de eerste die dat deden. Een van de onderdelen was dat luisteraars konden bellen voor een T-shirt. Maar ook gewoon om slap te ouwe hoeren. Klaar? Ja. Even, ja. De bel dus iemand in. Die wordt totaal niet aan het woord gelaten door jullie. Nee. Terwijl het is, jullie zeggen, we maken radio zonder flauwekul. Maar dit is toch allemaal idiotie bij elkaar? Ja, dat was ook een beetje het probleem. Dat wij vaak op het mandje moesten komen bij Lex. Want de subtitel was Radio zonder flauwekul. En wij probeerden zoveel mogelijk flauwekul erin te doen. Want ja, dat vonden wij leuk. En we merkten dat dat ook werkte. Ja, jullie hadden natuurlijk ook de subtitel Gevaar. Romantiek, gevaar en lust. Dat was hem, Romantiek, gevaar en lust. Adam, wat is er goed, wat is er goed aan Jeroen? Alles is goed aan Jeroen. Nee, echt waar. We kennen elkaar nu, we bijna 40 jaar werken we samen. En we zijn nog steeds vrienden. En we gaan nu een Currie Van Inkel podcast, een soort eer aan onszelf. Jullie hebben een podcast radio, gemaakt, hè? Ja. CurrieVanInkel.nl. Even een plug, sorry. Waar blonk hij in huis? Hij is natuurlijk een hele intelligente man. Hij heeft bizarre humor. Is ontzettend snel. En kan heel goed analyseren. En hij heeft een bepaalde uitstraling. Die grenst aan stardom. Dat heeft hij altijd gehad. Ook als discjockey. Nice. En ook op televisie natuurlijk. En dat in die fase was hij op televisie met Countdown. Het werkte als een dolle. De combinatie op tv zijn als radiomaker. Werkt natuurlijk ook heel erg goed. Ik ben blij dat je dat zegt. Want ik wil ook van dit programma een springplank maken naar het presenteren van het Songfestival. Daar hebben we geen tijd voor. Geen tijd voor concurrentie. Luister eens even. Jingles, dat was jij. Wij zijn Currie en Van Inkel. Op zoek naar Fred Emmer, romantiek, gevaar en lust. Currie en Van Inkel. Die jongens zijn er leuk bezig.
zitten. Haal even diep adem. Curry en Van Inkel, meditatief moment. My voice is heaven. My voice is your room. Ja. Mine is the last voice you'll ever hear. Jullie zitten op die gekke vrijdagavond. Want dat was helemaal geen tijdslot waar je normaal in terecht wilde. Klopt. Omroep Medewerkers die wilde liever om 5 uur naar huis op vrijdag. En beginnen aan het weekend. Dus dat was helemaal geen geliefde plek eigenlijk. Het is 5 voor 12. Terwijl, we moeten mee ophouden. Okay. Het is 5 voor 12, dus zijn we klaar. Dat is jammer. Jullie missen elkaar? Ja, absoluut. Ja, maar we gaan af en toe die podcast samen doen. Dus dan kunnen we weer samenwerken op die manier. Oké, dank dat jullie er waren, jongens. Curry en Van Inkel! Helemaal, dank je wel.